bij de 50 bot. Hoi. Kijken naar een nieuwe TDT Surf Survival. Vandaag ben ik samen met Giel en Jeroen, daar. Hi. Hey, Jeroen. Nice. How is mogelijk gek, Jeroen. Wij, Giel en ik, gaan hiermee bezig. Jij hebt al flink wat klappen verricht aan jouw eerste huiskraampje. Giel en ik gaan hier bezig aan het knutselen aan het volgende kraampje. Alleen... Maar een kraampje? Is dit een kraampje? Ja, dit wordt een kraampje, ja. Nee, maar dit ding wat je zegt. Ja, van, ja, dat is ook Jeroen. Een kraampje. Wat verkoopt hij dan? Dus dat is nog onbekend. In ieder geval even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dit is een plot, ja? Dit plot is 3 plots breed. Hier komt de TDT-kraam. Dus in ieder geval laten we zeggen zo neerzetten en even zo neerzetten. Dan weet je ongeveer wat het midden is. En dan moeten we daar een ingang fixen, ja? Oké, even kijken. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En als het goed is, moet dit ook 16 zijn. Heb jij nog slaps van dit mij? Dit is 15. 16 toch? Nee, 15, want je telt al vanaf de streep. Ja, dat moet ook. Maar dan is je toch 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dit is ook 14. Oh, ze zijn 14 breed. Lukt het? Ja, met de slaps moet hij 16 zijn. Oh. Ja, met slaps 16. Oké, nee, dan was omdat het, hoe heet dat, zijn plots, hè? Ja, dan heb ik niks gezien. Heb jij... Oh, ik heb zelf nog meer slaps. Ik heb niet 10. Ik tel hem even nou, hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bam! Ja, deze klopt ook. Deze is ook 14. Met 2 buitenrandjes. Klinkt top. Even kijken. Dit is het midden. Dus we moeten hier een deur in fixen, zo. Dan, kijk, want dan kom je precies van daaruit. Bam, zie je zo, wow, TDT winkel, wow, iedereen wild, want TDT. TDT. Wil je hiermee meerdere plots bezetten of gewoon eentje? Wat zei je? Wil je voor het huisje wat hier komt meerdere plots? Ja, ja, die moet over de hele breedte. Hoezo tel je de plots dan? Huh? Hoezo tel je die plots dan? Wat, hoe? Hoe zet je dit hier neer dan? Nee, ik tel hem even uit, snap je? Dan weet je ongeveer hoe je hem in moet delen. Oh, oké. Okay. Kijk, hier heb je zo... Twee dan daarnaast. Kijk zo. Dan laat je dit zo staan. Dan weet je van, ah, dit is het einde van deze plot. Maar hier is het begin van deze plot. Dan heb je ongeveer een indicatie van, yeah, zoveel ruimte heb ik. Dus dit kan ik bouwen. Zoals nu begin je dus netjes. Weet je wel? Van, ah, ja, zo moet het. En dit en dat. En doe hier bijvoorbeeld 2 openslaande deuren in. Et cetera, et cetera, et cetera. En ondertussen gaat Jeroen met dit huisje verder. En ga jij daaraan beginnen. En ga ik dus weer het uitmeten en het opvullen weer van een ander huisje. Zodat we een beetje vaart in krijgen. Snap je wat ik bedoel? Ja hoor. Ik vind het een top idee. Vandaag is de dag voor snelheid in het bouwen. Vandaag is de snelheid, ik bouw snelheid dag. Au. Ik bouw snelheid dag. Ja. Nooit van gehoord? Nee. Dat is echt de nieuwste dag in de Nederlandse samenleving. Ik bouw snelheid dag. Ik bouw snelheid dag, ja. Oké, nee, helemaal top. Ja? Ik heb er nooit van gehoord eigenlijk. Nee, nou bij deze. Ja. Okay. Dus je aangeraaien ook om er wat van te horen. Even kijken zo. Ik zorg dat in ieder geval hier de volgende plot zou komen te staan. Even kijken. Jullie hebben toevallig geen glas bij, of wel? Nee. Echt balen. Maar het wordt wel tijd dat we hier in ieder geval tijd en aandacht aan besteden. Dan kunnen we deze plots verhuren. Hier kwam in ieder geval weer een pad, hè Jeroen? Van 4 breed, zei je toch? Als precies aan de andere kant van dat andere pad. Okay, even kijken. 1, 2... Dit is 4. Dan doe ik hier... Ja, oké, hier klopt die. Slash... hoe doe je dat ook weer? Take claim, hè? Ja, ja. Top. Oké, deze is in de claim. Dan kunnen we meteen checken waar de buitenranden zijn. Hier sta ik in PvP. Hier sta ik TDT. PvP, TDT. Bam. Oké. Wat vind je ervan? Ja, je mag ook een tuintje maken, hè? Als je zegt zoiets van links of rechts wil ik een tuintje maken... Ja, okay. Waar je alleen met TDT kan. Maar wat deze is ook vrij, hè? Deze plot. Deze is vrij, ja, maar die is eventueel... Ja, een toren maken of zo. Nou, dat is ook wel een leuk, Jeroen. Dat je een uitkijkattractie ervan maakt. Dat je, een uitkijkattractie. Als je op een knopje drukt, dat je $10 hebt betaald... en dan kan je over het hele gebied uitkijken. Weet je wat het is? We hebben hier in principe, omdat dit niet helemaal huis is... zou hier in principe doorheen kunnen lopen. Want je kan hier een pad aanleggen, zo. Ja, daarom zeg ik van, dat zou ook eventueel via een stukje TDT kunnen. Dat is geen probleem. Ja. Maar Giel, dat vind ik een goeie. Dat vind ik een hele goeie. Die houden we erin, ja? Ik ben ondertussen aan het uitcalculeren hoe ver dit dingje hier loopt. Uitcalculeren. Even, hou je mond. Kun je gewoon berekenen? Ik ben hier aan het berekenen wat hier wel en niet kan.
tot... Hoe vond je de kraampjes trouwens? Wacht, wacht, dit is wildernis. Hier, dit is TDT. Dit is TDT. Hoe vind ik wat worden? De kraampjes al geworden, die ik al gemaakt had. Nou, van Slender. Ik heb met Giel en ik zijn aan een muur gaan bouwen. Heb je dat ook al gezien? Nee, muur. Ja. Waar is muur? Waar is muur? Oké, okay, wacht. Ik doe hier even slash... Je kan slash set home doen, toch? Ja, slash set home en dan... Slash set home. Markt noem ik hem. Markt. Oké, okay, markt. Nee, dat doet niet. Slash set home. Oh ja, aan elkaar natuurlijk. Ja, markt. Ja, oké. Okay. Slash t spawn. Oké, okay, kijk hè. Moet je kijken wat Giel en ik hebben gedaan. Hier. Oeh, fancy. Ja, hey. We hebben goed gedaan, hè? Ja, nice. En dan, dat was Giel even mee eens gedaan natuurlijk. Maar dan kan je hier binnen doorlopen. Kan je er ook nergens overheen springen. En dan moeten we hier ook weer iets gaan bedenken. Maar in ieder geval, de bedoeling was dat TDT gewoon in ieder geval even een stuk beter eruit kwam te zien qua uitzicht. Mm-hmm. En ik ben met Tobias hier bezig gegaan. En welke van de twee kraampjes vind jij nou het mooiste dan? De blauwe of de roze? Mooi roze, man. Wie de hel heeft... Oh, nee. Oké, okay, ja. Mooi roze. Welke heb jij gemaakt? Zeg ik niet. Jij moet kiezen. Nee, dit is... Nou? Ja. Nou, zeg ik ga voor de blauwe. Echt? Ah, ja. Ja, die heeft ik vind hem iets, ik vind hem iets te groot. Ja, dat was ook de bedoeling. Dit moet de grotere zijn en Tobias zou de kleinere maken. Ja, ik weet niet. Ja, jongen, Jeroen, je verpest het weer. Nou ja, in ieder geval, Giel en ik waren van plan om hier dan een huis in te maken, zo. Hier zo. Oké, okay, vet. En dat je daar weer mee omhoog kan. Nou, in ieder geval, okay, we hebben heel veel plannen. Dus slash home markt. Slash home markt. Ben er. In ieder geval tijd om nu dit even te fixen dan. In ieder geval, ik weet dat we hier zo... Hoppatee moeten dan. Hier moet ik waarschijnlijk wel een laag in zetten, want als ik hiervan afval... Dan ben je eraan. Ja, dan krijg je denk ik fall damage. Ah, ja, wel, dat nee, moet je niet hebben. Je hoort... Maar ik ga niet dood of zo, maar het is wel netjes om hem even op te vullen. Mm-hmm. 3 hoog is toch minimaal val of zo? 3 mag je vallen, dan krijg je geen damage. Ja, precies. Maar mag je maar 2 vallen toch, zonder damage? Of 3? Nee, 3. Oké, nice. Maar dat is deze, dit is 3. Dan gaan we dit gewoon even netjes opvullen, zo. Hop, hop. Deze weg. Hoe gaat het met je huisje, Giel? Prima. Cool. Kijk maar even ook. Oh ja, wacht even hoor. Even... Elf nu nog niet. Misschien is het handig dat ik eerst even deze plot zo opvul. Moet toch echt weer een hele bult blokjes fixen. Zo. Hebben jullie nog hout voor mij? Ik heb een van die kisten daar. Of heb ik nou Jeroen hout gegeven? Weet ik niet. Je hebt mij laatst loks gegeven, maar die heb ik allemaal opgemaakt. Alles al? Ja. Uh-oh. Giel, dan moet je even terug naar huis. Terug naar huis. Dat is ook niet vervelend, hè. In ieder geval, doe ze de groetjes thuis. Als ik steek, dan zou ik wel... Iemand een town kopen. Jezus. Zo, town worden gewoon towns verkocht. 5 euro. Nee, echt serieus. Dat zie je toch? Worden gewoon towns verkocht. Ja, ik zag het zo. Dat is wel gaaf. Gewoon even een hele town te kopen. Van, hey, yo, town te koop. Hey, laten we TDT town verkopen. Nou. Wie biedt? Nee, veel te veel tijd ingestoken al. Onbetaalbaar. Wil zeggen, zullen we dat niet doen, Vincent? Dat is misschien wie wil TDT de stad kopen? Te koop. Oké, laat ik gewoon... Ik denk dat je heel veel biedingen binnenkrijgt. Ja, dat denk ik ook wel. Wie wilt TDT-stad kopen? Oeh. Weet je zeker dat je dit wil doen? Weet je het? Oeh. 1, 2, wat kost het? 2 mil of zo? 3 mil? 5 euro. Ik heb geen idee. Nooit over nagedacht. Nee, snap ik. Wow, ik krijg wel veel reacties, man. Damn. Holy shit. Zo, hierheen zo. Iedereen wil de TDT kopen. Natuurlijk wil iedereen dat kopen. Lekker geprankt, Dutch Terps. Te koop. snap ik. Waarom zou je het niet willen kopen? Hartstikke vet, toch? Ja, iedereen wil dat kopen. Mhm. Is best logisch ook wel. Aan de ene kant. Ja, ik vind het ook niet gek hoor dat iedereen ja zegt. Ik zou ook ja zeggen. Ja, toch. Maar het huis van Jeroen wil ik niet kopen. Oh! Die wordt afgebrand. Oh. Oh. En de muur van Giel mag blijven staan. Ja, natuurlijk, dat hè. Nou weer, jij. Omdat hij daar zeker zelf aan heeft gewerkt, of niet? Kom op, zeg. Weet je mijn huis heel afbreken? Sorry. Kan echt niet, hoor. Ah ja, chips happens. Oké, ik heb hier in ieder geval de eerste rand opgehoogd. Hoe staat het bij jullie met de huisjes? Ik zie dat Giel al een dakje alles eraan in het gooien is. Mm-hmm. Zijn handen te dun wit sterk is. Noep. Hop, nice. Oh, dat ziet er echt fancy uit. I'm proud of myself. Ben je trots op jezelf? Ja. Trots op jezelf? Waarom ben je trots op jezelf? Giel heeft het gemaakt. Zalf. Op mezelf. Jezelf?
Ja. Ja. Weet je wel, als je pijntjes hebt en zo. Oké. We hebben echt super veel kobbel en de site. Ik kan er gewoon alles hier opvullen meteen. Dat is echt zwaar relaxed. Vorige keer hadden we niet genoeg. Nee, we moesten echt meer, alles fixen, joh. Oh, hou op, wolf of hond. Zijn hier weer honden, Jeroen? Nou, honden. Ik heb geen botten. Moet ik botten halen voor je? Wil je nog een keer proberen? Zullen we één keer proberen nog dan, bij deze honden? Anders vermoorden we deze ook gewoon weer, hoor. Dan moet ik even botten halen. Ja, ga ik wel de botten weer halen. Als je ons niet, dan maken wij jou kapot. Nou, zal ik eens kijken of ik botten kan vinden bij jou? Ga jij maar eens even kijken of jij botten kan vinden. Hoeveel denk je er nodig te hebben? Geen idee. Hebben we botten dan? Ik heb er 5 gevonden in de chest. Ik zoek even verder. Even naar binnen dan maar. Nee joh, is prima. Neem maar 5 mee. 5 mee? Ja, als het dan niet lukt, dan vermoorden we hem weer. Oké. Grote beest. Wil jij het proberen of zal ik het proberen? Ik probeer het wel. Jij mag geen huisdier, Dobby. Jij bent een huisdier. Wel genoeg werk met jou. Nou, daar gaan we. Ik wil het zien. Hey, bij de 50 bot! Hey! Sla mij eens 1 keer. Nee, dat kan niet. Sla mij eens 1 keer. Ja, dan valt die wolf Jeroen de hele tijd aan. Daarom. Dan sla ik hem gewoon dood, hoor. Gaat hij nou achter je aan of niet? Ik heb geen idee. Doet hij dat? Nou, hij loopt hier nu tegen het randje aan. Zo van, ik wil naar mijn gekke hond, joh. Je hond spoort niet. Hij moet achter je aan. Kom op, ik doe hem. Waar sta je? Ik heb hem gekocht bij de kringloopwinkel. Oh, hij staat naast je. Tweedehands hond was dit, weet je wel. Wow. Tweedehands hond. Oh my god. Jeroen, ga in je huisje verder. Jij bent net als Giel. Bemoei je met je eigen dingen. Jullie pakken altijd mijn klusjes. Pak net jullie af. Net als Giel, terwijl ik hier gewoon keihard werk. Giel, de vorige keer dat ik bezig was met een vloer aan het inrichten, waar was jij toen mee bezig? Ja, inderdaad, met de muur. Nee, dat was mijn klusje. En jij gaat mijn klusje weer jatten. En Jeroen doet het nu precies hetzelfde. Nou, sorry hoor, het spijt me. Misschien zijn dat wel gewoon bouwersgewoontes. Nee, aftaaien jullie twee gewoon. Ja. Shushu. Oké, nou in ieder geval deze rand zit er dus ook in. Dan heb ik eigenlijk zoiets, dan moet eigenlijk hier ook meteen de... daar komt geen pad in, hè? Daar komt geen pad hier, in. Hier doen we geen pad in, zo toch? Hier doen we geen pad in, toch? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Hier waar ik nu sta. Ja, ik... kom eraan. Kijk, hier zo. Hier doen we toch geen pad in? Nee, daar niet. Oké, nou dan moet ik deze... Oh, hier is weer een hondje. Hey, hondje. Laat ik deze dan ook meteen even claimen. Ga er weer een pakken? Nou ja, je hebt geen botten meer. Nee, stomme beesten. Moet ik weer naar botten? Nee, we gaan niet weer naar botten zoeken. Maar volgde je nou wel die ene hond? Of, Gok het. Ik heb geen idee. Ik weet niet eens waar die last van heeft, die hond. Ik weet niet eens waar die hond is. Sla je roem maar even om te testen. Ik weet niet eens waar die hond is. Hij staat nog steeds naast je. Echt? Hij heeft alleen geen naam. Je kunt hem met een name tag hier mijn naam geven. Lukt het met de hond, toch? Ja, die hond volgt hem gewoon. Nog een hond. Een hondinvasie hier. Maar ik mag geen hond, dus helaas. Zo. Niet. Nee. Jammer, Dobby is een slaafje. Arme Dobby. Wat een pest hier. Nee, maar nu hebben we alle hoekjes geclaimd, man. Zo schiet het wel op. Als jullie gewoon doorbouwen, ga ik wel claimen. Ga ik het claim waar ik wil doen. Ik ben gewoon een notaris van vandaag. Notaris? Vincent de notaris. Moet weer notaris zijn, hoor. Meteen gelijk het misverdiende baantje. Kan echt niet, hè? Nou, ik heb zojuist 82 cent ontvangen van Gertje. Ja, en bij wie? Voor Gertje? Ik kreeg laatst van iemand, die stuurde mij in één keer 0,000001 cent. Nou, zie je Dobby, hè? Die krijgt altijd graaf tankertjes. Wel gul. Ik was er heel blij mee, hoor. Hè? Ja. Je weet, je moet er maar ergens blij mee zijn. Ja, alle aftankertjes, hè? Alle aftankertjes gaan naar Jeroen. Wie het kleine niet eert, die het grote niet eert, hè? Nee, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Ja, dat. Jij zit mij de hele tijd op mijn dingen te pakken. Nu pak ik je terug. Ja, ik heb hem dood. Boefje. Ja. Het is oké. Ik accepteer het. Zo, dit erin. Eruit. Zou moeten. Jongens, ik ga hard. Ik ga echt heel professioneel... Vincent gaat hard. Klote hond, ga nou niet voor me staan. Ik zweer het, als je voor me staat, vermoord ik je. Wow, jij wou een hond. En dan zegt hij ook nog woef. Hij zegt serieus nog woef. Jij wou een hond hebben, hé. Hey. Ja, hij moet niet in de weg lopen, want dan is het een rotbeest. Ah, oké. Oh, nu ga je ook nog daar zitten ook. Ga weg. Had me net rustig meteen kunnen vermoorden. Kom hier. Oké, hij is hier ergens. Zo. Ik vind het wel knap dat hij je volgt. Ja, ik vind het knap dat hij nog niet weggerend is. Ja, inderdaad.
Zo. Oké, hier zit nu ook het middenplot erin. Nou, dat houdt in dat er eigenlijk overal, of althans aan die kant, zit er nog één tussen. Dat komt perfect uit. Oh, Giel, ziet er goed uit. Goed bezig. Ja, ik wil boven ergens een TDT-logo hebben, oké? Ja, daar boven nog een stuk, een soort van toren iets in. Ja, nou, fancy. Klinkt goed. Jeroen, hoe gaat bij jou? Ja, ik ben even weer hout halen. Bij jou ziet het eruit alsof je niks hebt gedaan vandaag. En je moet toch altijd iemand te pakken houden, dus dit keer ben jij de lul. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe TDT Server Survival. Vond je het leuk? Druk op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op Dobby. Mijn kanaal is Turms, mocht je dat gedaan, ben je superheld. Hopelijk zie ik jullie bij de volgende TDT Server Survival. En zoals gewoonlijk zeg ik tegen jullie altijd, ciao! Yo!